Hé mensen, Mark hier. En fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is waarschijnlijk een tijdje geleden dat jullie mijn haar zo kort hebben gezien. Dat dat, ja, ik weet niet waarom. Ik, het werd me vriendelijk toch dringend verzocht om het uh, wat korter te maken. Niet door kijken of Ik ben niet zo ijdel. Maar fijn dat jullie zijn. Een duimpje omhoog op deze video. Zijn heel erg gewaardeerd. Als deze video de 500 likes had binnen 24 uur. Dan heb ik op zaterdag weer een nieuwe video. Want Black Friday gaat vandaag beginnen. En we hebben gelukkig nog genoeg zooi om te doen. Nou, het voordeel is, ik heb een hele berg tokens al unlocked. En het nadeel is dat ik niet weet wat ik ermee wil doen. Kijk, de logische termijn lange keuze is Viera. Dat is deze World Cup iconkaart van hem. Uh, het zit tussen zijn mid en zijn primings. mid 88, zijn primers 92. Deze kaart, als je hem unlocked is waarschijnlijk goed genoeg tot aan aantreemend de season. Nee, hij, heeft, hij is Lengthy. Niet dat dat tegenwoordig uitmaakt. Maar ik bedoel een, een kaart met zijn presence. Like, hij is elk jaar goed. En dat is het ding. Het andere ding is dat ik heb 21 tokens voorlopig heb. Wat betekent dat ik de 3 keer 84 plus keer 20 kan halen. En de bergenfder die ik daarmee kan lokken, zijn weer een heel ding op zichzelf. En ik weet dat sommige mensen al fodderpacks gedaan hebben. En sommige mensen gaan wel voor Viera maar nou, ik zeg je eerlijk, ik denk dat ik eerder ga voor bijvoorbeeld de 3x84 plus 20. En dan misschien Kafu, dan, dan iets anders. Ik weet het gewoon niet. Dus als je dit kijkt. Nu, dat is zo vroeg. Laat vooral in de comments weten. Waar jij persoonlijk voor gaat. Want wat ik zeg, er zijn. Kijk, ik wil niet per se gaan voor de Hero player pick. Ik denk dat we genoeg überhaupt Hero slash Icon SPC's krijgen. Om te zeggen dat doe ik niet. Ja, de Icon player pick. Misschien tot daar aan toe, maar we gaan het allemaal wel zien. Wat we zeker moeten doen, en ik hoop dat je het gedaan hebt: je hebt allereerst deze pre-Black Friday Flash Challenge 2. Daar uh, krijg je 50 pack voor. En het is basically gewoon gebruik één land, 9 gold rares. Uh, en maximaal 8 spelers van dezelfde league. Nou, dat hebben we gedaan: 8 Bundesliga-spelers. Younes uh, en Philip Max. En dan nog Vriendpong als andere nation. Goed te doen, deze. Gewoon dit soort dingen in de gaten houden gedurende Black Friday. Ik neem aan dat we meer van dit soort deals zullen krijgen. Want. Dit is niet de duurste SPC. Nou, we hebben ook. En Deze heeft natuurlijk iedereen gedaan. Dus als je wilt. Je kunt hem ook tweeten. Wat dan ook. Laat zeker weten welke maximaal 89 graded World Cup Hero jij hebt. Ik lever Alison in en ik lever Cancelo in. Want op deze manier bespaar ik folder. Uh, en wat ik zei in mijn vorige video, als je die nog niet hebt gezien, de afslay staat in ietje rechtsboven. Uh, het maakt voor mij gevoel toch niet uit wat ik gebruik. Dus. Ik ga voor een maximaal 89 overall World Cup Hero. We hebben ook nog Fernando Morientes. Het is basically een plus 1 over zijn normale hero. Met een paar plus 2's op bepaalde plekken. En eerlijk is eerlijk, ik vind de kaart mogen interessant. Maar het nadeel is, dat is misschien het enige, is zijn kaart, als zo, zoals hij nu is, is hij Controlled. Als je hem Havik geeft, dan is hij Lengthy. Ik weet niet hoe goed hij is voor de huidige meta op Controlled. Dus ik, ik, ik wil hem heel graag. Want ik wilde ook als een normale kaart heel graag. Hij kost ongeveer 140k of zo. Dus misschien als we de fodder krijgen dat we dat doen. Maar ja, dat hangt er dus vanaf of we überhaupt fodder kiezen. Nou, voordat ik dat claim, uh, want ik wil dat natuurlijk claimen, zijn er een paar dingen. Allereerst dus moet ik dit keer niet vergeten om Rivals te claimen. Uh, wel gewoon rank 1 gehaald, maar wel mijn team verwijderd. In het kader van: ik maak mijn nieuw team hoor. Op basis van de hero die ik krijg. Dus we nemen de Untradable Rewards voor Div 2. En dan hopelijk volgende week even Div 1 mee pakken. Want. Ik moet echt, echt mijn team hebben like, Mijn leven heeft het nodig. Dan, en het belangrijkste, dit kwam ik nou, eigenlijk vanochtend technisch gezien achter. Is je hebt een bepaalde pack. En vraag me niet waarom. Voor 10 coins zitten 3 spelers in. En dat is op zich helemaal niet interessant. Maar ik, heb, ik, ik raad het aan mijn beste vriend aan. Die krijgt een normale Al-Awai-run. Ik heb andere mensen die heroes daar zien krijgen. En natuurlijk is dat echt een, een minimaal aantal mensen dat dat krijgt. Ik bedoel, je ziet het bij mij: 3 dupes. Maar het is gewoon een kwestie van, joh, niet geschoten. Altijd mis. Het is letterlijk in totaal. Want je kunt er, neem ik aan, 10 openen. Ja, het was letterlijk één pack voor 10 coins. Kun je nagaan. Kijk, als je geluk hebt, heb je geluk. En zo niet, ja. Weet je, maakt het ook niet echt uit. Dus, mak. Waar. Ah, oh, zeker de eerste pack was het. Negen, ik, de enige die ik niet wil zijn Joe Cole, Captain en Donovan. En dan eigenlijk ook Al -Jaber. Maar we gaan het zien. Please, een Marques. Nee, Campos. Oh my lord, dat is... You know, dat is een keeper. Ja dat, ja, dat kunnen we op die manier zeggen. Ik bedoel, technisch gezien kun je hem als switch gebruiken. Ik heb niks van de market te zien doen. Dat komt omdat hij ook daadwerkelijk stats daarvoor heeft. Maar ja, ik weet niet zo heel goed wat ik nu moet zeggen. Het is ongelukkig. Is zeker een van de woorden die ik zoek. Kijk, mijn, 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 mijn goede intentie was... Om mijn, uh, mijn nieuwe World Cup Hero te gebruiken. Zoals mijn stem verkekt klinkt. Maar ja, dat, dat is gewoon een paar dagen al een ding. Uh, zo van, yo, ik ga mijn nieuwe team maken. Met mijn World Cup Hero erin. Helemaal cool, weet je wel. Uh, nou, dat gaat niet gebeuren. Of nou ja, het gaat wel gebeuren. Maar niet zo spannend als ik had gehoopt. Uh, het voordeel is dat ik nog wel een andere upgrade krijg. Uh, zeer, zeer binnenkort. Omdat gisteren namelijk natuurlijk Brazilië heeft gespeeld. Uh, Richarlison scoorde twee keer. Waarvan e eentje waarschijnlijk Goal of the Tournament wordt. Die gaat dus. Ik denk aanstaande woensdag dat hij dat gaat doen. Ik weet niet hoe snel ze daarmee zullen zijn. Die zal zijn tweede upgrade krijgen. Voor het feit dat ze een land gewonnen heeft op het WK. Dus. You know, deze kaart kan alleen maar interessanter worden. Hij was al heel goed voor mij. En hij kan alleen maar beter worden. Dus dat is zeker iets waarvan ik zeg: ik ga het in de gaten houden. Maar het oprechte nadeel is nu. En dat, eigenlijk maakt dat me alleen nog maar meer geïnteresseerd in het unlocken van die Morientes. Is de reden dat ik mijn team om wilde gooien, is dat wat ik had. Was ik niet super tevreden mee. Ja, ik, ik heb net vet en die is oké. Okay. Het enige nadeel is dat ja, hij linkt met precies niemand. Kampos dan wel, maar ja, met MLS-kaarten weet je wel. Higuaien is nou niet echt een. Volgens mij, en hij is er niet meer, die SPC. En ik weet niet hoe goed de kaart nu nog is. Like, ik weet niet of het soort kaart dat twee weken goed is of was. En That's about it dan. Dus als we kijken, die is er inderdaad niet meer. Ja, klopt, die splijten. Uh, en dat zijn we oké. Okay. Wat we wel nog hebben, en dat is een interessante inderdaad. Uh, normaal gesproken zou ik zeggen: Kit SPC's zijn hem niet waard. Maar uh, deze 1990 Duitsland Kit gaat misschien toch wel voltooid worden. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Gaat misschien toch wel voltooid worden. Kijk, die andere, niet heel spannend. 1954, don't care. 74, don't care. En de groepswoord die van 2014. Don't care. Maar die van 1990 is zo ontzettend clean dat ik die misschien wel wil. Dus dan denk ik te kijken. Kijk, Keen... Die loopt over een paar, nee, die loopt over twee dagen af. Als ik daarvoor de volle packs gebruik, dan kunnen we die zeker unlocken. Dat kan absoluut een ding zijn. Maar is dat een baard? En dat is een goede ding om je af te vragen. Terwijl met Morientes, kijk, misschien is hij niet ideaal, maar ik weet precies wat ik aan die kaart heb. Ik weet hoeveel ik voor ga betalen. Ik weet met wie die gaat linken. Want ik heb bijvoorbeeld Barkley die gebruikte ik het merendeel van de afgelopen twee weken, give or take. En dat is een prima kaart op zichzelf, maar die linkt natuurlijk wat voor God. Dat kan je zelf ook wel raden. Nou linkt hij nu een klein beetje beter. Want uh, je kunt Ramsey unlocken. Eigenlijk gewoon door het spelen van rifles. Dan hou je hem voor mijn gevoel vrij automatisch. Maar ja, het ding is. Hij is Welsh. Ik zie Wales niet heel ver komen. Uh, dus dat wordt een beetje afwachten. Wat ik hier dus mee ga doen. Want we hebben gewoon echt. We hebben Bear en te unlocken. Ik heb nu 7 packs. Daar kan dus die fodder nog bij komen. En ik, ik, wat ik zei. We kunnen Cafu ernaast nemen nog. Uh, want ik dacht dat er 50 tokens kwamen. Maar toen zag ik iemand in mijn Discord zeggen 60. En dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dus dan zou ik bijvoorbeeld kunnen gaan voor. Nou ja, 20 tokens is dan die uh, 3 keer 84 plus keer 20. 10 tokens dan nog de 84 plus keer 20. En dan zou ik er nog 20 over hebben daarna. En dan zou ik bijvoorbeeld gaan voor. Nou, deze kaart upgraden natuurlijk niet. Ik denk de World Cup of the Glory Playpack zou me dan wel interesseren. Maar dat is in het kader van. Wa wat wil ik? Weet je wel? Wil ik een. Rechtsback tot aan, nou ja, net als Mint 4RA. Als je ze allebei kiest, zijn ze allebei voor hun positie goed tot minstens 10 met de te season. Maar de vraag is: wat, wat, wat is de beste keuze? Want deze kaarten upgraden natuurlijk niet. En zo interessant als ze zijn: een Kingsley Coman met 3 ster Weakfoot, ja, met medium, medium, dat is hem gewoon niet. Ik weet niet hoe je jezelf dat gaat verantwoorden, maar dat is hem gewoon niet. En een Path of Glory player pick, dat is interessant naar in mijn mening. En dan samen met de 84 plus keer 20. En dan de normale 84 plus keer 20. You know, daar kan je echt een hele berg mee doen. En het ding is, ik heb nog niet alle tokens. Sterker nog, ik denk dat bijna niemand alle tokens heeft. Ik moet die van level 18 nog meepikken. Uh, hoe heet het nou? Die, uh, deze showcase moet ik nog doen. Waar we gelukkig nog alle tijd voor hebben. Dus dit kunnen we... Ja, dit kunnen we ook wel gewoon goed doen. Misschien dat ik dit wel... You know, ik kan op zich wel... Uh, die met, met Argentijn en Brazilië kan ik misschien nog wel een Rivals doen. Ik kijk wel even hoe ik dat ga combineren. Trouwens... Uh, ik weet nog niet of ik het in de vorige video wel heb gezegd of niet... ...maar het is een belangrijke om te vermelden... ...omdat ik hem daadwerkelijk vond in mijn mini-reisje naar Div 4... Uh, ...bekennen, of hoe je dat ook niet uit te spreken... ...kun je vrij automatisch unlocken... ...is geweldig. Dude is zo mokersnel... ...dat ik echt niet vaak genoeg kan zeggen... ...geef die kaart alsjeblieft een kans. Nou, Joe Cole zou ook nog wel in mijn team komen. Ik ga heel eerlijk zijn, ik had gehoopt... ...hem te vervangen... Er is niet echt iets mis met de kaart. Maar ik wissel hem vooral veel in. Of ik, ik laat hem een beetje. Wissel hem, zeg maar, ik wissel hem of erin. Of ik wissel hem eruit. Maar ik speel hem nooit een hele wedstrijd meer. Ik speel hem soms CM. Want het, het is aan de wing met hem zoiets van. Hij is niet super. Maar hij is ook niet goed. Het is zo lastig om te zeggen wat die kaart is. Dus dan wordt het even kijken hoe we dat nu gaan doen. Qua improviseren. En zo. Misschien dat ik alsnog gewoon Cancelo gebruik natuurlijk. Want ik heb deze kaart. Die kan ik ook respect maken. En dan gebruik ik. Nou ja, Ruben Diaz. Dat is het nadeel. Ik weet niet of hij met de huidige meta dan wel goed is. Want hij was geweldig in de oude meta. Maar, ja, logisch, de oude meta is de huidige niet. Dus, dat wordt een beetje een afwachter. Uh, want ik heb, ik heb nog wel respect, geloof ik. Ik had het wel gecheckt uh, voordat ik dit deed. Dus ik kan Munier gebruiken, dat is een prima kaart. Uh, ik heb geen probleem met navels of zo. Zelfs Trippier zou ik durven, want het ding is wat ik zeg: ik hou toch ongeveer dezelfde resultaten. Like, misschien win ik een wedstrijd eerder en dan verlies ik later wat meer. Maar ik bedoel, uiteindelijk zal het niet echt uitmaken wat ik waar gebruik en wanneer. Dus laten we even kijken hoe en wat. Uh, vooral wat we gaan unlocken dus. Of wat jullie aanraden. Want ik kijk graag naar jullie comments. Ik kijk veel naar jullie comments. Dus ik ben gewoon zeer benieuwd van wat jullie kiezen. Slash wat jullie aanraden. Laat dat vooral weten in de comments als je wilt. Dan kan ik daar zeker naar uitkijken. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer bij een nieuwe video. Joe